treffen van Bruce. Mag wel. Oké, nou. Wat gaan we doen? We gaan de Q&A opnemen. Wat is dat? Zo, je lijkt veel bruiner. Ik ben ook bruiner. Ja, klopt, ik ben echt wit. Maar in ieder geval, welkom bij onze Q&A. Wij hebben er heel veel zin in. Ik dacht echt, vandaag moet het, anders komt het nooit. Ja, ik krijg dus heel veel vragen om een Q&A op te gaan nemen. In eerste instantie, ik wist niet eens wat het was. En toen ben ik maar gaan googlen om te kijken wat het is. En toen ben ik erachter gekomen, dat is gewoon dat ik dan vragen van jullie krijg. En dat wij die gaan beantwoorden. Ik moet zeggen dat ik over het algemeen veel vragen heb gekregen. En veel vragen in de zin van vragen die wij gaan beantwoorden, want er zijn ook heel veel vragen tussen die ik gewoon liever niet wil beantwoorden. Dat gaat een beetje te diep in het privé, zeg maar. En ik heb mijn eigen grenzen. Hij heeft zijn grenzen, we hebben samen onze eigen grenzen. En ik hoop dat jullie daar een begrip voor hebben. Niet slecht, hè? Okay. Moest die? Daar gaan we. Nou, als eerst wil ik jullie bedanken voor al jullie positieve reacties die ik onder mijn vlogs krijg. En ook voor al jullie vragen die jullie hebben toegezonden via de mail, via Instagram. En ook via gewoon als een reactie onder mijn vlog. Waarom lach je nou? Je bent blij of niet? Ik ben zenuwachtig. Ja, je hoort gewoon je smile. Je hebt wel rode oortjes. Vandaar, echt, we hebben onze kleine net in bed gedaan en het ging best moeizaam. En ik heb heel erg last van mijn schouder, dus Moes heeft hem vandaag in bed gedaan, heel lief. Nou, maar hij weegt best wel veel en zoals jullie misschien weten, ik ben zwanger. En ik heb best wel veel last van mijn rug en mijn schouder, mijn rechterschouder. En hem tillen of dragen is best wel moeilijk voor mij, dus dat vind ik wel heel lief dat hij het dan overneemt en ik wil je daarvoor ook echt bedanken. Geen. Ik heb best wel veel dubbele vragen gekregen, dus vandaar ook dat ik geen namen bij iedere vraag ga opnoemen, want ik zie dat wel best wel veel voorbij komen, maar dat ga ik niet doen, want en bijvoorbeeld vier meisjes hebben dezelfde vraag gesteld en als ik even de namen opnoem, dan vind ik het best lullig vanuit ons of vanuit mezelf. We gaan gewoon verder, joh. Ik ga stuk. Ik doe toch ook mee? Nou, de eerste vraag is, hoe heten jullie voluit? Jij begint, dames beginnen. Oh, ik begin. Hoe heet ik voluit? Nou, ik heet voluit Malika Saimak Tuisimova. Of moet ik zeggen Malika Tuisimova Saimak? Maakt het niet uit. Oké, maakt niet uit, maar ik heb dus, ik draag dus zijn achternaam. En mijn eigen achternaam is eigenlijk Tuisimova. En, maar zoals jullie weten op mijn Instagram en op YouTube weet ik gewoon Malika Saimak. En ja, want ik draag zijn naam. Ben ik nu? Ja. Ik ben Mustafa Saimak. Lekker kort. Ja. Hoe oud zijn jullie? Oh. Nou, ik ben 25. 24. En Moest is 24. Ik ben ouder, jongens. Erg, hè? Wat is jullie afkomst? Ik ben Turks. Oh, die jongens beginnen als eerste. Nee, jij bent al begonnen. Oh ja, ik ben Turks. Turks? Ben je Turks? Turkije nummer 1. Ik ben... Oh, dit is echt een vraag die ik gewoon echt zo snel mogelijk moet beantwoorden. Want ik krijg heel veel reacties daarop. Ik ben Tsjetsjeens. Dus ik kom uit Tsjetsjenië. En voor degene die denkt van, wat is Tsjetsjenië? Tsjetsjenië is een land dat ligt eigenlijk in Rusland. Het is een Russische republiek. Yes. Nou, volgende vraag. Jij mag ook een vraag voorlezen. Zijn jullie in Nederland geboren? Nou? Ik ben niet in Nederland geboren. Ik ben geboren in Tsjetsjenië. In de stad, in de hoofdstad van Tsjetsjenië, dat is Grozny. Ik ben wel in Nederland geboren, in Deventer. Shit, Deventer, wauw. Kijk, echt medelijden met jou. Ja, paspoort staat gewoon Deventer, oh mijn god, wat erg. Wat is jullie beroep? Begin jij maar, dat is Mijn beroep is
Ik heb schoonheidsspecialisten allround afgerond en ik heb visagieopleiding, make-up artistopleiding gedaan en grim. Dus eigenlijk, als ik echt een beroep moet zeggen, vind ik mezelf meer een visagist, dus een make-up artist. Want dat was ook wat ik afgelopen jaren heb gedaan. Nou, mijn beroep is voetballen. Ik heb geen diploma, ik heb niks afgestudeerd of zo. Dus ik kan alleen achter een bal aanrennen. Dus dat is het enige wat ik kan eigenlijk. Ja, dat is wel heel weinig. Positief, ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Nou, hoe wij elkaar hebben leren kennen is een lang verhaal, maar ik ga het kort houden. Een teamgenoot van mij, of nou ja, een teamgenoot, een jongen die bij mij eigenlijk op de club zat, zeg maar hij speelde in het tweede, een Turkse jongen, die komt uit Apeldoorn. Ik ga zijn naam niet noemen, dus ik weet niet of hij dat wilt of niet. Dus dat interesseert eigenlijk ook niemand, denk ik. Dus hij kwam uit dezelfde stad als waar Malika vandaan kwam. En die zei van, ik ken haar best goed als een goede zus van mij. Hij was 5-6 jaar jonger als Malika. Zij zei, ja, ik ga jou koppelen aan haar, bla 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 bla. Ik zei, ja, doe dan. Eigenlijk op die manier. Ja, en van het een kwam het ander. Dus door hem ben ik eigenlijk een beetje. Nu zit ik nu vast aan Malika eigenlijk. Nee, niet vast. Die visie bedoel ik eigenlijk niet, hè? Nee. Maar die komt er niet in, hè? Ja, we zijn gekoppeld. Ja. Wie heeft wie eerst gevraagd? Nou, sowieso hij mij. Maar het ging echt niet zo van: wil je verkering met mij, ja of nee? Gewoon op een volwassen manier. En dat is gewoon meer van. Ja, hoe ging dat ook weer? Dat jij tegen mij zei van. Ja, ik zei... Zou je alles van mij willen laten vallen? En dat we vanaf vandaag gewoon echt serieus met elkaar verder gaan. In het leven. En een toekomst samen gaan opbouwen. En ik zei heel verlegen. Ja. Nee, ik zei eerst, hoe bedoel je? Terwijl ik al wist gewoon wat je ermee bedoelde. Maar ik was zo verlegen. Hard to get gewoon, ja. Ja. Maar eigenlijk ging het zo. Hoe heeft Mustafa jou ten huwelijk gevraagd? Zou ik het zeggen? Ja. Oké. Okay. Ja, we gingen uit eten. En mooiste eraan is, ik was zeg maar een paar weken of maand geleden was ik geopereerd aan mijn kruisband. Dus ik liep toen nog op krukken. En zoals je weet, als je eigenlijk iemand ten huwelijk vraagt, moet je op je knieën. En ik kon niet op mijn knieën omdat ik niet kon bukken eigenlijk. Dus heb ik het zittend gedaan. En het mooiste gaat nu komen. Door stress zei ik het in het Turks. Zeg maar van, wil je met me trouwen in het Turks? Alleen ik had al zoveel stress, ik stond al te shaken. En op dat moment verwacht je een antwoord van ja. Als je het vraagt, zeg maar. En zij kwam met het antwoord van, hoe bedoel je? Of wat is dat? Wat is dat? Wat zeg jij? En toen begon ik nog meer te shaken, dat snap je natuurlijk wel. Dus ja, uiteindelijk heb ik het 10 keer in alle andere landen, talen, wat dan ook, heb ik het verteld. En uiteindelijk heeft ze ja gezegd. Nee, maar in het begin zeg maar, wij zijn wel heel snel getrouwd. Dus wij hebben niet lang vaak afgesproken of wat dan ook. We zijn wel meteen een huwelijk aangegaan, want dat vonden we allebei wel heel belangrijk. Maar het mooiste is dus dat hij door heel veel... Ik vond hem al heel beetje raar doen, maar ik had het nooit verwacht. En hij begon echt heel raar te doen. En op een gegeven moment zegt hij iets in het Turks. En ik zie een ring. En ik zo, hoe bedoel je? Wat maar als je die ring ziet, dan kan je op zich wel nadenken van... Oké, dit zou het wel kunnen zijn. Want ik had ook taart besteld naar zo'n klein cakeje met vuurwerk. Dus die kwam eraan. Die ring kwam tevoorschijn. En ik zei iets in het Turks wat ze nooit eerder had gehoord. Ja, maar even dus serieus, wacht even. Als ik met een chocola aankom en ik zeg iets in het Tsjetsjeens tegen met jou. Met een ring? Met een ring eraan en ik zeg iets in het Tsjetsjeens tegen jou. Jij bent een meisje, ik ben een man. Dan ga je toch ook niet zomaar zeggen ja. Straks zeg je tegen mij, bijvoorbeeld, vind je de ring mooi? Is van mijn moeder. Dan zeg ik, dan kan ik ja zeggen. Ja, ja maar straks... Oké, je hebt gelijk. Nou, in ieder geval, zo ging dat dus. En dat was best wel grappig. En toen zei hij dat in Nederlands, maar hij was zo rood. En hij was helemaal aan het trillen. En ik zo, nee, doe normaal. Echt, ik zo van, ik wil niet als ik zo, doe normaal, moest niet doen. En nee, ik wist niet eens wat mij overkwam. Nou, in ieder geval, dus dat. Dus ik stond gewoon nog meer voor lul.
Nee, uiteindelijk heb ik ja gezegd, jongens. Nou, hier, het bewijs. Zijn jullie nog verliefd op elkaar? Van mijn kant, ja. Van mijn kant ook. Next question. Ja, dat is grappig, Moes. Deze. Waar ben je het meest onzeker over? Wow. Over mijn tanden. Nee, niet meer. Ik was nooit onzeker over mijn tanden trouwens. Waar ben ik het meest onzeker over? Ja, onzeker is een groot woord, maar... Helemaal niet. Onzeker is geen groot woord. Ik weet waar je het meest onzeker over bent. Lengte? Ja. Hij is het meest onzeker over zijn lengte. Maar ik vertel hem elke dag dat het gewoon, dat ik het juist heel leuk vind. En waar ben je het meest onzeker over? Ik denk dat ik het meest onzeker over mijn huid ben. Ja. Wat is jouw doel in het leven? Mijn doel in het leven is... mijn kinderen later een goede toekomst, een goede opvoeding te geven. Zodat hun op het rechte pad blijven. En mijn doel in het leven is ook wat hij zegt... een goede toekomst voor onze kinderen en voor mijn gezin zorgen, dat is mijn doel in het leven, meer en meer gaan verdiepen in het geloof. Hoeveel kinderen hebben jullie? Nou, we hebben één zoontje, die hebben jullie ook in ons vlog zien voorbij komen, Arda heet die, en hij is 1 jaar en 1 maand oud nou, en het tweede kindje is nou ook op komst, dus inshallah hebben we... Eind dit jaar hebben we 2 kinderen. Hoe lang ben je al zwanger? Hoe lang ben ik al zwanger? Ik ben nu... over een paar dagen ben ik precies 5 maanden zwanger. Geslacht van de baby. We krijgen weer een jongetje. Moes helemaal blij. Wat voor shampoo gebruik je? Ik gebruik Kiss. Dat is een kappersmerk. En heel veel mensen zeggen dat is echt een goedkoop merk. Maar ik ben ik ben iemand die jarenlang hetzelfde shampoo gebruikt. Dus ik gebruik het merk Kiss en ik haal het bij de kappersgroothandel in Apeldoorn. Heb je een kledingwinkel? Nee, ik heb geen kledingwinkel. Ik ben sinds kort online begonnen. Ik heb een klein beetje kleding op mijn website. En er komt veel meer op. Dus binnen 2 maanden denk ik dat ik het meer ga aanvullen. Dus ik ben eigenlijk online begonnen met kleding verkopen. De vraag, ben je gelovig? Ja, ik ben gelovig. En er werd mij ook gevraagd meerdere keren, hoe lang ben je bekeerd? Ik ben niet bekeerd. Ik kom uit Tsjetsjenië. En Tsjetsjenië is een islamitisch land. Dus ik ben ook islamitisch geboren. Op de wereld gebracht. Dus ik ben islamitisch. Ik ben islamitisch opgevoed. En het enige wat ik kan zeggen is alhamdulillah. Dat ik gelovig ben. En ik hou van mijn geloof. En jij Moes? Ik hetzelfde als jou. Yes. wat vinden jullie het irritantste aan elkaar? Begin jij maar. Dit keer mag jij beginnen. Eigenwijsheid en koppigheid van jou. Eigenwijsheid en koppigheid. Supersnelle. Yes. Hier heb je niet over nagedacht. we hebben wel eens vaker met elkaar gesprek van wat vind je nou heel irritant aan mij, wat vind je nou niet irritant aan mij en wat zou ik kunnen veranderen. Tuurlijk, weet je, je moet elkaar ook een beetje ontwikkelen. Je kan niet zeggen van, oh, ik ben dit en ik blijf dit. Je moet elkaar niet veranderen, maar je moet wel... Ik snap wat je bedoelt. Ja, snap je? Oké, dan is het goed. wat vind ik het irritantst aan jou? Oh, als ik eraan denk, raak ik al geïrriteerd. Mara? Kort blondje. Moes kan echt niks hebben. Een goede voorbeeld is bijvoorbeeld dat we rijden op de snelweg. Hij rijdt, of tenminste we rijden dan 120. En er komt een auto aan en die haalt hem keihard in. Van rechts. Niet van rechts. Van niet van links. Van links maar. Van rechts. Met weet ik veel 150.
En dan klaar. Dan is het gewoon over. Dan is het gewoon game over. Dan moet hij gewoon er alles aan doen om hem in te gaan halen en dan keihard op de rem te gaan. Niet geloof. Maar zo, dat is echt gevaarlijk. Wat vind je het meest belangrijke op deze wereld? Nou, wat vind jij het meest belangrijke op deze wereld? Ik zou heel snel een antwoord daarop geven. Wat ik het meest belangrijke op deze wereld vind is mijn geloof. En ten tweede, my family. Niks gaat boven mijn moeder, mijn man, mijn kind, zijn familie, mijn familie. Dus geloof en familie, dat vind ik het meest belangrijke. En wat ik ook eigenlijk heel belangrijk vind, is dat mensen meer aan armen moeten gaan denken. Dus dat we elkaar gewoon op de wereld meer moeten gaan helpen. That's it. Ja, dat vind ik het meest belangrijk op deze wereld. Ja, ook hetzelfde als jou. Gezondheid, geloof, familie, mijn zoon, jij. Ik, allemaal. Dus dat. Zijn jullie jaloerse types in de liefde tegen elkaar? Wauw. Oké, jij begint eerst. Oké, ik zou heel eerlijk zeggen, in het begin van onze relatie was ik helemaal niet jaloers. Ik weet niet waar het aan lag. Ik weet niet. En hij had, jij deed wel eens, hij ging wel eens expres dingen doen, zodat ik jaloers werd. Dus, maar alsnog hielp dat niet. Ja. Maar nu we verder zijn in onze relatie, of beter gezegd ons huwelijk, heb ik wel, tuurlijk, jaloezie, maar wel een gezonde jaloezie. Ja, voor mij is het wel heel makkelijk om te zeggen. Ik was altijd al jaloers geweest. Dus ik ben gewoon jaloers en dat blijf ik ook. Gezonde jaloezie noem ik het. Maar kan soms een beetje anders zijn. Vind je het niet irritant dat je man een voetballer is en hierdoor veel aandacht van de meiden krijgt? Of ik het irritant vind? Nee, eigenlijk niet. Je merkt wel. Ik merk wel dat je veel aandacht van meisjes krijgt. Maar of ik het irritant vind? Nee. Ik vind het niet irritant. Ik kan er wel mee leven. Yes. Wat is het leukste wat je tot nu toe met visagie hebt gedaan? Dus met make-up. Wat ik het leukste vind is... Wauw, dat is een hele moeilijke vraag. Het zijn er best veel. Ik vond het heel leuk om fashion weeks te doen. Dus dat vond ik heel leuk voor verschillende designers. En wat ik ook heel leuk vond, tenminste toen ik backstage werkte, vond ik denk ik echt een van de leukste opdrachten waar ik het meest lol bij had, was voor de film werken voor Dans met de Duivel. Ik denk dat we hebben daar echt maandenlang over gedaan om het op te nemen in een hotel in Amsterdam. En ja, dat was voor mij ook echt in het begin. Ik vond dat denk ik het leukste. Wat vinden jullie het mooiste aan elkaar? Ik begin wel, dit keer. Jouw lach. Gelijk lachen, hè? Nee, wow. Ja, vind je mijn lach het mooiste? Wat vind ik het mooiste aan jou? Super, super lang nadenken. Nee. Mijn lach nu. Nee. Ik weet niet, eigenlijk alles. Eén ding. Oké, wat vind ik het mooiste aan jou? Mijn baard. Nee, ik denk jouw ogen. Ja, ik vind jouw ogen het mooiste aan jou. Oké. Hebben jullie broers of zussen? Ik heb een broertje en een zusje. Mijn broertje is 19 en mijn zusje is 16 geworden. Ik heb een broer en een zus. Ik heb een beetje een heel ingewikkeld verhaal. Laat ik het zo zeggen. Ik ben mijn hele leven met mijn moeder opgegroeid. Mijn vader is overleden toen ik jong was. En ik heb een broer en een zus. Mijn broer en mijn zus die zijn uit huis gegaan, dus getrouwd uit huis gegaan toen ik heel jong was. Ik was 2 toen mijn broer uit huis ging. Ik was 4 of 5 toen mijn zus uit huis ging. Dus ik heb neefjes en nichtjes die maar 6 of 7 of 8 jaar jonger zijn dan dat ik ben. Dus ik ben al heel lang tante. Ik ben gek op mijn neefjes en nichtjes, laat ik het
ook zeggen, van als jullie kijken. Shootout. Ja. SO. SO naar jullie. En ik heb natuurlijk zijn broertje en zusje heb ik erbij gekregen. Dus dat. Oh, shootout. Nee. Ja. Doe ook shootout. Doe, wijs mijn shootout. Wat is shootout? Doe zo. SO. Nee, dat is van Boef. Nee, mama. Ja, dat was het. Wat voor hair extensions gebruik je? Of heb je hair extensions? Ik zal heel kort en duidelijk zijn. Ik krijg deze vraag best wel veel. Ik heb geen hair extensions. Ik heb nog nooit hair extensions in mijn haar gehad. Ik heb voor mezelf altijd al... Ik denk dat sinds dat ik 4 of 3 ben, heb ik altijd al wel lang haar gehad. En er wordt me ook veel gevraagd of ik... Wat voor steltang ik gebruik. Ik gebruik geen steltang. Gewoon na het douchen een beetje serum erin uitkammen. That's it. En af en toe krul ik mijn uiteinden. Dat vind ik wel leuk van die golfjes. En ja, dus dat. Volgende vraag. Wat vind je het mooiste aan jezelf? Die mag je als eerst beantwoorden. Wow, mooiste aan mezelf. Ja. Mijn haar. Ja? Krullen? Ja, op zich. Ik heb wel heel moeilijk haar. Ik kan nooit een model krijgen of ik kan nooit echt... Je hebt kroes haar. Ja, echt kroes. Dus als ik het zeg maar niet heb gedaan of als ze niet nat zijn of als ik geen gel of waxing heb, ziet het er niet uit. Wat ik het mooiste vind aan mezelf is ook mijn haar. Nagelappen? Nee, niet. Ik heb heel makkelijk haar. Nou, dat was onze Q&A. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren op mijn zin. Ja, toch? Jawel. Maar je mag er ook wel een negatieve reactie plaatsen. Want die krijg ik best wel veel. Ook wel. Mag niet. Jawel, van mij mag het wel. Van mij niet. Van mij wel. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat jullie ons een beetje beter hebben leren kennen. En ik wil jullie nogmaals bedanken voor al jullie vragen. Ik vind het niet eerlijk dat je zo bruin eruit ziet. Door jou lijk ik op een spook. En ik ben niet eens bruin. Je bent maar naar de vakantie. Ja, weet je het eens? Je bent een Turk. En Turken zijn altijd bruin. En ik ben een Tsjetsjeen. En Tsjetsjeen zijn bijna altijd wit. Altijd blank. Blank, je bent ook blank. Ik ben black. Laat me ook mijn shine pakken. Dit ga ik gewoon erop zetten. Nooit. Wel? Nee man, ik knip het toch eruit. Zo. Zo. Zoiets.